Ik ben Mark van Oudhoven, voorzitter raad van bestuur van de Sint Maartenskliniek. Ik ben genomineerd voor de prijs van zorgmanager van het jaar en daar ben ik zeer dankbaar voor. En de Sint Maartenskliniek is een kliniek die innovatie en patiëntgerichtheid in het hart van het bedrijf heeft. En dat doen ze 80 jaar geleden met een zwembad in een ziekenhuis, maar dat doen ze vandaag de dag met een exoskelet. Dat doen ze vandaag de dag met 3D-printing. En het mooie van de Sint Maartenskliniek is dat het is gestart met de nonnetjes van de Goorstraat. Zij zijn op deze berg gestart met het neerzetten van een ziekenhuis dat er vandaag nog staat. Maar vanaf de eerste dag hebben zij gewerkt aan het verder brengen van de innovaties, samen met anderen, samen met de dokters, samen met de universiteit in de regio, samen met andere partners zoals de industrie. En dat maakt wat zorg verder brengt en dat maakt wat mijn drive is en mijn hart is voor de gezondheidszorg. En dat komt terug in allerlei dingen. Dat komt terug in eenvoudige innovaties van het goedkoper maken van een rolstoel, die dan voor $50 overal ter wereld beschikbaar is en mensen echt verder brengt, tot het realiseren van een high-tech handbike race machine, die mensen met een handicap in Nederland echt verder kunnen brengen en naar de Paralympics kunnen gaan. Het is een bijzondere eer om genomineerd te zijn voor deze prijs, Zorgmanager van het jaar. Want het geeft mij de kans, maar ook de Sint Maartenskliniek de kans, om de innovaties te laten zien in zijn puurste vorm zoals ik denk dat ze bedoeld moeten zijn. Innovaties om patiënten verder te brengen in hun leven. En met deze nominatie kan ik dat nog meer naar voren brengen dan ik tot op heden heb gedaan. En het is niet alleen de innovaties zoals ze nu vaak in de krant staan met hippe nieuwe appjes en alles moet met ICT, maar het gaat om de diepe innovaties die de patiënten echt verder brengen in hun leven. Eigenlijk iets wat de zorg al zolang als ze bestaat doet. Patiënten verder brengen in hun leven en om de doelen te bereiken die ze graag zouden willen. En dat naar voren brengen en dat laten zien aan de samenleving, dat is wat mijn drive is om zorgmanager van het jaar te zijn.